Dit is het TV Dordrecht nieuws van donderdag 29 augustus. Een bos om nooit te vergeten. En schatten op de Voorstraat. Dordrecht krijgt binnenkort een nieuw bos. Hoewel het nieuw wordt aangeplant, zal het bos wel vol herinneringen zijn. Het is namelijk een herdenkingsbos. Het idee voor het herdenkingsbos is niet zomaar ontstaan. Een tragische gebeurtenis moest hieraan voorafgaan. Onze zoon Ron is in 2004 overleden aan een hersenstamtumor. En wij hebben familie in Canada en die stuurde ons geld op om een boom te planten voor onze zoon. Maar ja, waar doe je dat? We zijn toen in Dronten wezen kijken met KWF, maar dat is nogal ver weg. En toen kwam eigenlijk het idee om bij de gemeente te vragen of dat het mogelijk was om hier in Dordrecht een herdenkingsbos te beginnen. Hoewel het idee al eerder ontstond, krijgt het bos nu pas voeten in de aarde. Ik heb toen met de huidige wethouder daarover gesproken. En in die tijd was er geen plaats voor een bos. Dat was eigenlijk niet te realiseren. Toen moest er ook nog een stichting opgericht worden. Ik heb gezegd, nou, ik zal mensen bij elkaar zoeken die daar wat voor voelen. En toen is er een stichting opgericht, het Vlinderbos. Dat is notarieel helemaal rondgemaakt. Groen licht is gegeven en zo'n kleine 10 bomen zullen geplant worden. En nu staan we op het punt om 23 november de eerste boom te gaan planten. En die is? De eerste boom is voor onze zoon. Het herdenkingsbos moet de ruimte bieden om te rouwen, maar ook om te herinneren. Het is belangrijk omdat eigenlijk een boom is een vorm van doorleven. Je ziet een boom leven. Als je die dan gaat planten voor iemand, dan heb je toch het soort verwerkingsproces. De naam Het Vlinderbos is niet zomaar gekozen. Voor het echtpaar Van der Linden heeft het een symbolische betekenis. Toen onze zoon in Canada was, heeft hij een vlinder gevonden. Daar is een foto van gemaakt, die staat op zijn hand. En daardoor is eigenlijk de vlinder voor ons een symbool geworden om dit bos dus het Vlinderbos te noemen. 23 november zullen de eerste bomen hun plekje krijgen en de opening van het bos gevierd worden. De Voorstraat Noord moet herontdekt worden. Althans, dat vinden de bewoners. Waarom? Dat ziet u straks. Nu eerst kort nieuws. Een plezierjacht is vanmiddag bij camping Het Vissertje uitgebrand. Er is een persoon met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. Een omstander heeft het slachtoffer kunnen helpen. Een omstander die gelukkig te plaatsen was met zijn kinderen aan het varen, die heeft eerste hulp verleend. Heeft opvarende zeg maar, van het bootje af geholpen en hier naar het Vissertje toegebracht. En de opvarende is nu naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer, politie en Rijkswaterstaat moesten vandaag de handen weer eens ineens slaan, omdat het recreatieverkeer op het Wantij nog even stilgelegd is. Dat moest omdat de gasflessen aan boord waren. Het Albert Schweitzer ziekenhuis kan niet aan alle normen voor het minimum aantal operaties voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuws. Voor bijvoorbeeld de slokdarmoperaties is de landelijke norm een aantal van minimaal 20 per jaar. Het AZ heeft er het afgelopen jaar niet meer dan 18 uitgevoerd. Volgens het ziekenhuis wordt, gerekend over meerdere jaren, gemiddeld wel het vereiste minimum gehaald. Het wijkgemaal van Sterrenburg 1, 2 en 3 is vernieuwd. Dit gemaal transporteert het afvalwater van deze wijk naar het hoofdgemaal op de Montessorilaan. Het leidingwerk, de pompen en de schakelkast waren aan vervanging toe. Deze nieuwe varianten zorgen gelijk voor een energiebesparing van minstens 25%. Nieuwe techniek en de pompen gaan lang mee. Dus ja, na zoveel jaar krijg je een keer een inhaalslag en dan zie je dat het wat alle stukken verbetert. Buiten dat, het is niet alleen de pomp die het doet, maar ook de regeling om de pomp aan te sturen. Dus we kunnen deze pompen in toeren verminderen. Daarmee gaat het energieverbruik spectaculair omlaag.
De Dordtse gemeenteraad is weer terug van zomerreces, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Dinsdag zakten de poten van de vergadertafel onverwachts weg, waardoor de tafel instortte. Door het tafelongeluk begon de vergadering 1,5 uur later. En het was al spannend voor de nieuw aangestelde onafhankelijke voorzitters. Heel spannend natuurlijk, maar ook wel heel erg leuk. Dus ik ben zelf ook natuurlijk benieuwd naar wat commissieleden, de raadsleden daar zelf van vonden. Maar ik vond het leuk. Voorheen werd deze taak op zich genomen door een van de raadsleden. Maar dat zou niet neutraal genoeg zijn. Met de onafhankelijke voorzitters moet dit tot het verleden behoren. Al is de taak van de voorzitter nog niet helemaal duidelijk. Ik heb met de meeste fractievoorzitters gesprekken gevoerd. Gewoon over wat hun gedachten zijn over de invulling van de rol. Ik ga het rijtje uiteraard afmaken naar alle fractievoorzitters. Het is wel handig om kennis van zaken te hebben. Ook in de discussie van net, participatiewet, gaan er heel veel termen over tafel. En uiteraard moet je die kennen. Moet je die ook een beetje in het kader kunnen plaatsen van waar het hier over gaat. Om te zien of ze belangrijk zijn, relevant zijn of niet. Eerder deze week werd bekend dat de SGP in Vlissingen een vrouw als fractievoorzitter krijgt. Iets wat tegen de principes van de partij is. De fractie ChristenUnie-SGP in Dordrecht is ook bezig met het samenstellen van een kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alleen is de kans niet groot dat er een vrouwelijke fractievoorzitter komt. Volgens de reglementen van de SGP landelijk zou het mogelijk moeten zijn. We zijn bezig om de lijst samen te stellen. Ja, om nou iemand fractievoorzitter te maken die nog helemaal geen ervaring heeft, om het dan zomaar te zeggen, dat ligt toch niet erg voor de hand. Dus we hebben op dit moment nog geen vrouwelijke SGP gemeenteraadslid. Dus ja, de kans dat er een fractievoorzitter vanuit de SGP afdeling komt, is niet heel. Een aantal bewoners uit Voorstraat Noord vindt dat de buurt wat meer bekendheid moet krijgen. 14 september staat al een festival gepland, maar twee dames hebben nog een verrassing in petto. Brigitte Smit en Willy Nabuurs zijn de initiatiefnemers van Verborgen Schatten in de Voorstraat Noord. Wat wij daarvoor verzonnen hebben is gewoon een extra bijdrage. Om eigenlijk al een voorproefje te laten zien van wat is hier allemaal aan verborgen schatten. Heel veel mensen lopen er voorbij, hebben geen idee wat er zo al in de winkels te vinden is. En wij willen het heel graag een beetje naar voren brengen, zodat mensen ook van wat vaker eens even de winkels binnenlopen. Om gewoon te zien wat er allemaal is aan mooie dingen. Je hoeft niet naar Frankrijk te gaan om naar de brokanten te zoeken, kom maar naar de Voorstraat Noord. Het fotoproject is ook een voorproefje van een groter initiatief, Kunst op avontuur. Het gaat eigenlijk over de verborgen kunst die hier in de binnenstad, in de opslag, in ateliers, op zolders, in kelders, in huiskamers opgeslagen ligt. Want hier wonen meer dan 85 beeldende kunstenaars en die hebben dan 1 keer geëxposeerd. En daarna is het verdwenen. En dan de volgende expositie, als het al zover komt, dan moet er weer nieuw werk komen. En wij hebben gevraagd, wij willen ze vragen om het werk te digitaliseren. En vervolgens hebben wij verzonnen dat we het willen projecteren in Dordrecht. Kunst op avontuur zal volgend jaar te zien zijn, maar 14 september zijn de verborgen schatten al te bewonderen op het Voorstraat Noord Festival. En tot zover weer het TV Dordrecht nieuws van donderdag 29 augustus. Straks na uw mening ziet u Eiland leven. En vrijdagavond om 6 uur is er weer een nieuwe aflevering van het TV Dordrecht nieuws. Graag tot dan!